Een hele goede avond allemaal. Welkom in de groep van Creatief met Hobbies. En we gaan weer vanavond voor een live. Ik heb jullie al even opgezocht in de groep, zodat ik jullie reacties mee kan kijken. En dan ga ik eventjes mijn geluid van mijn tablet zachter zetten. Uit. Want anders hoor ik mezelf dubbel in een vertraagde modus. Dag Jannie, Theresia, Karin, Helena, Jeanne en nog de andere kijkers. Ook een hele goede avond, dames en heren. Misschien zijn er ook heren die meekijken. Ik hoop dat jullie allemaal een lekker bakje koffie bij de hand hebben. Want we gaan er een vrolijke boel van maken dit keer. En dat is wel nodig met dat weer van wat we de laatste dagen en weken hebben gehad. Het wordt tijd dat de zomer doorbreekt. Vinden jullie ook niet? Daarom ga ik voor jullie vanavond een zomers kaartje maken. Dag Gesina, Rina. Dag Carla. En Karine, Kobi, Yvonne. Leuk dat jullie allemaal meekijken. Goed. Ik zie dat jullie langzaam allemaal binnenkomen druppelen. We gaan beginnen met deze live van de donderdagavond. Zoals jullie zien heb ik al soort spulletjes klaar liggen. En dat is onder andere de kit Drops. Deze mal van Dutch to Bedoel Drops. En daarbij hebben we ook de plastic mal met de pocket. En een leuk gegolfd randje. Wat zit er nou wat extra gratis in de kit? Dat is de stans met het woord winter. Ik zal hem even afhalen en eventjes ook omkeren. Dit is de stans. Je krijgt er ook een mat randje bij. Op deze manier. En dit is dan het resultaat. Ik heb even een voorbeeld voor jullie gemaakt. En dan zie je ook dat het rode het matrandje is. Dat is dan deze. Die past er dan zo helemaal in. Goed. Deze kit. Die twee mallen. En gratis het woord winterstans. Dat is de Slimline kit. En die is verkrijgbaar in de winkel voor €8,90. Maar vanavond ga ik met de drops ga ik de basis van mijn kaartje maken. Een hele goede avond allemaal voor degenen die nog binnenkomen. Hi Monika. Ricky. Dus met de drops ga ik live. En daarbij gaan we gebruik maken van de kit To The Beach. Met vrolijke roze en gele en turquoise-achtige kleurtjes. Helemaal passend bij de zomer. En die kit bestaat uit een set met designpapier. Ik heb hier een voorbeeld bijvoorbeeld met hele leuke ananassen met zonnebrillen op. Time to relax. En leuke afbeeldingen met opblaasbare flamingo's. En een heleboel tropisch fruit tussendoor, bananen, ijsjes, cocktails zie ik, watermeloenen. Te veel om op te noemen eigenlijk, een leuk shirtje. En op de achterkant is deze voorzien ook al met hele leuke zomerse teksten. We hebben een mooi roze patroontje met witte stippeltjes en een thema met ijsjes. Op de achterkant een leuk zigzag patroontje. Hebben. Dat is wel mijn favoriete kleur eigenlijk. Een patroon met allemaal leuke blokjes. In turquoise tinten. Op de achterkant hebben we een ruitjespapier. En dan komt de grappige ananas met de zonnebril ook weer in voor. En de flamingo. En de leuke letters Beach and Love. Dan hebben we een leuk vel met de zee en het strand.
Nou, je ziet het, onze handdoekjes liggen al klaar. En dan komen we toe aan de labelvellen. Dus een setje met designpapier. Het zijn 3 keer 4 patronen, dus 12 vellen in totaal. En daarbij heb je de labelvellen, dat zijn 3 stuks. Met allemaal die volstaan met labels, buttons, tapjes, banners, tags. Ja, wat hebben we nog meer? Wat hebben we, ja, echt te veel om op te noemen. Bijvoorbeeld hier een leuk tapje met fijne vakantie. En jullie zien ook heel goed dat het patroontje van de zee komt daar ook weer in voor. Oh ja, Juliette, heb je al een album meegemaakt? Oh, dat moet dan een hele zomerse boel zijn. Goed. Deze staat helemaal vol met leuke teksten. Pluk de dag en kietel jezelf, want een ander doet het niet. Zon, zee en vitamine. We hebben volg de voetstappen in het zand. Hier aan de kust. En inderdaad, hier aan de kust. In Hoek van Holland. Dat is een gepaste tekst. Selfie, zonneschijn. Kom maar buiten en proef de zomer. Nou, die moeten we inderdaad nog proeven. Inderdaad, nou de zon nog. Lekker luieren in het zonnetje. Nou, dat moeten we ook maar eens kijken of we dat nog kunnen. Goed, die labelvellen. En daarbij een vel met Project Life kaartjes, waarvan ik al eentje heb gebruikt, zoals jullie zien. En er zijn allemaal leuke, ja, ook weer zomerse teksten met weer leuke plaatjes erbij. Met passende teksten, go to the beach, poolparty, time to relax, Aloha, die vind ik ook wel heel erg leuk met die toucan. En let's go travel, met de gouden zonnebril. De watermeloen, summer party, is ook heel leuk. En als laatste treffen we een heel leuk vel aan met 4 soorten postcards, mini postcards. En jullie zien dat in de randen komen ook weer de patroontjes van het designpapier terug. En daaronder, ja, die zijn natuurlijk een must-have, de bingo kaartjes. Geniet, selfie, zomer, hoera, zwemmen, chill. Dus allemaal zit dat erbij. Een vel met bingo kaartjes. We hebben de leuke Project Life kaartjes. Je hebt die 3 vellen die helemaal vol zitten met leuke labels, tekst, banners, tapjes, etc. En deze patroontjes aan designpapier. Dat zit allemaal in Kit to the Beach. En de winkelwaarde hiervan is 8,99. Maar bij Hobbes staat hij in de winkel voor €6,75. Dus dat scheelt wel even, dames. Ik ga even kijken wat ik hier nog van nodig heb. Dat zijn de Project Life kaartjes. Die leg ik even apart. En het vel met die leuke ananas en de zonnebril. Oh ja, en die 3 labelvellen leg ik even apart. Zometeen wil ik bij mijn kaartje gebruik gaan maken van een knipvel. Bij de drops en de kit to the beach. Maar ik wil jullie eerst een heel leuk kit laten zien met allemaal leuke knipvellen. Dit zijn er wel 9 stuks. En ze zijn ieder totaal verschillend met een ander thema. Het is gewoon echt een must-have om dit in huis te hebben, want voor ieder kaartje is er wel een knipvel aanwezig in deze kit. Ik begin met deze schattige koalabeertjes. En ook weer een leuke bijpassende tekst. Als jij de boom zou zijn, zou ik je omarmen als een koalabeertje. Nou, hoe leuk is dat?
Ik zou het wel heel geschikt vinden voor bijvoorbeeld babykaartjes of zo. Dan de tweede. Dat is leuk voor de baksters onder ons. Een heel leuk knipvel met leuke bakkersmeisjes die al taarten gebakken hebben of bezig zijn met een garde in hun handen. Live, love en bake als tekst. Make the world a better place. Eentje is aan het deeg aan het uitrollen. Nou, leuke taartjes erbij, overwanten. Ook weer geheel compleet om een kaart te maken. Dan, voor de tienermeisjes onder ons, hebben we ook een knipvel erbij zitten met deze leuke dames. En in de tekstballonnetjes, nou, dat zegt het al, dat staat er. Coole teksten in met cool, BFF, cute, wow, kusjes, smile. Nou, het is echt een thema voor voor kaarten voor tienermeisjes. Dus we hebben baby's, iets voor de bakkers, we hebben tienermeisjes. Nou, bij de volgende, die is ook heel leuk. Dat zijn deze stoere beren. En natuurlijk heel geschikt voor onze mannen of voor de stoere jongens. Eentje met een rugzakje en een telefoon in zijn handen. Eentje met een gitaar. Eentje staat een beetje nonchalant met zijn handen in zijn zakken. Eentje op een gave scooter. Eentje heeft een fiets bij zich. En eentje op een skateboard. Dat vind ik ook wel heel leuk, want hier in de buurt is het weer in om blijkbaar een skateboard of zo'n longboard te hebben. Super geschikt voor de mannen. Dan zit er. Er komt er ook nog aan, de kerst. We hebben een kerstknipvel erbij. En daar zien we de kerstman aan een parachute. Deze had ik al uitgeknipt, maar die heb ik weer even vlug teruggeplakt. Deze zit met wat kerstlampjes in de war. We hebben de kerstman en zijn helpers. Hebben we in de depositie staan. Dat was een aantal maanden of zo, of jaar. Ik weet niet wanneer dat inkwam. Dat iedereen in de depositie op YouTube of zo kwam. Ook weer een bijpassende tekst met Christmas Depp, Super Santa. Dear Santa, all I want this year is love, happiness and presents, but mostly presents. Dus dat ook weer een. Hele andere, maar veelzijdige knipvel. Dan hebben we eentje met hele cute-achtige gnoompjes. In of zomertinten of herfsttinten. Het kan alle twee. Er staan mooie zonnebloemen op. Die zijn nu trouwens veel te verkrijgen. Nu bij de bloemenwinkels, de zonnebloemen. Dus dat kan je ook weer heel leuk gebruiken. En ook de herfsttinten komen erin terug. Met groen en het bruin en het oranje. En ook weer de passende teksten erbij. Vandaag zetten we jou een zonnetje. Ik stuur je een extra zonnebloempower. Het regent zonnestralen. En dan komen we bij de volgende gnoomvel. En dat is ook weer. Een thema, een muziekthema voor de instrumentbespelers onder ons. We zien een drumstel, eentje met een saxofoon, een piano, een viool. En een keyboard. Eentje met een gitaar. Nou, ze zijn echt heel grappig. Elke herinnering heeft zijn eigen muziek. Zullen we een nootje kraken? Gitaartje eten? Nou, echt. Heel leuk. Dan hebben we nog een gnome knipvel. En dat zijn voor de, dat, die is voor de kampeerders onder ons. En de een is aan het vissen, de een een gitaar, bij het kampvuur aan het zingen. En we hebben een tent. Eentje die is op de uitkijk met de verrekijker. En natuurlijk marshmallows bij het kampvuur. Heel lekker. Blijft altijd zo plakken wel, maar het is heel lekker. Vooral met als je tussen koekjes doet. Dat waren de campinggnooms.
En dan komen we toe aan de laatste. En die ga ik ook gebruiken bij mijn kaarten zometeen. En dat zijn de zomergnoompjes. Of de tropische gnoompjes, hoe je het ook wil noemen. Deze heeft zijn duikbril op en nu wil gaan zwemmen. We hebben eentje met een cocktail in zijn hand, die zit op zijn koffer. Een surfer. Een meisje met een ijsje die op de eenhoorn aan het dobberen is. We hebben wat accessoires erbij om je strand aan te kleden. Eentje heeft het zandkasteel al gebouwd en de strandbal. Confetti en cocktails, dobberen op een zee van vrije tijd. Ren ver, duik diep, droom groot en lach hard. Super cute voor zomerkaarten. Dus, dames, we hebben er dus. Dat zijn er 3, 4, 5. Ik ga ze even pakken. In mijn hand. Je ziet het. 9 stuks knipvellen. Allemaal totaal verschillend. Met allemaal een heel leuk thema bij elkaar. Deze kit Bellalula knipvellen. 9 stuks. Die zijn met een winkelwaarde van €17,99. Nu verkrijgbaar bij Hobby's voor €9,99. En mocht je al willen shoppen. Ik heb rechtsbovenin op het scherm. Staat alvast de link naar de website. Ik zal deze er even afhalen. Die wil ik zo meteen nog laten zien. Goed. We gaan beginnen met de kaart. De Slimline kaart Drops. Nou, die heb ik al een beetje. Die heb ik natuurlijk al een beetje voorgewerkt. En daarvan ga ik jullie uitleggen. Dat begin ik met deze. Ik ben begonnen met een designpapiertje. De roze met witte stippeltjes. En dat is dus de buitenkant van de dropsmal. Gewoon het rechthoekige gedeelte. Je ziet het, daar past er exact op. Dat is dus de basis. Die is altijd 10,5 bij 21. Daar ben ik mee begonnen met het designpapier. Dus niet met cardstock. Daarop komen de drops. Daarvan moet je even goed opletten wat je doet. En welke drops je gaat uitknippen. Want daar wil het nog wel eens wat fout gaan. Want bij de ene knip je de kleinere drops eruit en bij de andere de grote. Nu komt als eerste het kartstok erop. En daarvoor gebruik je de kleine drops. Dus niet de grote, maar de kleine. Voor het kartstok. Je ziet het, als ik hem erop leg, heb je hier maar één zwarte onderbroken lijn. Krijg je te zien. En als ik hem eraf haal, zie je er weer 2. Dus dat wil zeggen dat ik de binnenste heb genomen. En dat is dus de kleinste drop. Dus begin je met je kaartstok. En de binnenste drop teken je dan af om uit te knippen. Want daarop wil ik weer designpapier matten. En daaruit gaat de grote drop. Want wat krijg je dan? Als je ze dan boven op elkaar lijmt, dat er dan overal een randje van je kaartstok uitsteekt. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van de drops. Ik zal het even wat dichterbij laten zien. Op deze manier. Want als ik deze ook weer erop leg, dan zie je. Is dat goed te zien? Ja, zo te zien wel. Dan krijg je weer 2 lijntjes te zien. En dan heb je het goed gedaan. Dan heb je de grote eruit uitgeknipt of uitgesneden. Wat heb ik nu gedaan? Om wat meer laagjes erin te krijgen en wat meer diepte ook voor zometeen, heb ik nog een keer kaartstok uitgesneden. En die wil ik dan onder mijn basis plakken. Dus dit was 10,5. Bij 21.
En daaronder heb ik een geel kaartstok gesneden van 11 bij 21,5. 11 bij 21,5. Dus die komt daaronder. En dan nog een leuk lichtblauw kleurtje aan kaartstok. En die wordt dan 11,5 bij, moet ik het goed zetten, 22. En die komt dan daar weer onder. Op deze manier. Dus die gaan we eerst even vastplakken. En nu even met lijm. Goedenavond allemaal, voor degenen die nog binnenkomen. Ik haal hem even naar me toe. Dan kan ik iets beter kijken of ik recht plak. Zo. En dan komt daar bovenop het roze stippeltjes designpapier. Ja, Jannie, is de muziek je favoriet? Speel je zelf een muziekinstrument toevallig, Jannie? Zo, die zit daar ook vast. Dan hebben we bijna de basis klaar. Ik doe even mijn speld weer terug erin. Zo. Moet ik mijn bril weer afzetten. Zo. Wat we nu gaan doen, is we gaan het kaartje in orde maken om hierachter ook een achtergrondje te doen. Want als we hem zo opplakken, vind ik het niet zo leuk om het roze hierin ook weer in terug te laten komen. Dus de drops hierin. Die worden een ander achtergrondje dan het roze. En daarvoor heb ik gekozen voor het ene designpapiertje met de zee en het handdoekje. Deze heb ik al gebruikt. Maar hier kan nog prima wat uit. Ik heb er al twee uitgesneden. En de derde ga ik even voordoen. En dat is dus... Ja, dat je een patroontje ziet dat de zee daarin voorkomt. Dus, het is de bedoeling dat deze zometeen hierboven komt. En inderdaad, ja, de golven zitten boven, maar dat heeft zometeen een beetje een functie. En de andere, de middelste, die zou dan hier komen. We hebben nu twee keer zee. En nu zou ik graag het strand erachter willen doen. En daarvoor ga je als volgt te werk. Je pakt het designpapier met waar de grote drops zijn uitgesneden. En die ga ik zo neerleggen dat ook het strand weer zichtbaar is. En een heel klein beetje van het water. En dan ga je een beetje schuiven. Wil ik veel, toch veel water laten zien of veel strand? Ik dacht een beetje iets meer strand dan zee. Dus die grote, die leg je dan neer. En die teken je aan de binnenkant af met potlood. Omdat dit al de grote drop is, past die zo meteen in principe exact achter je... Waar ligt hieronder? Onder de blauwe basiskartstok. Omdat daar de kleine uit is gesneden. Dus dat dekt elkaar precies af. En mocht je
wat onzeker zijn dat het nog niet echt zal passen, dan kan je hem gewoon iets, toch nog weer ietsje groter uitknippen. Dan volg je gewoon de lijntjes. Nou, dat doe ik ook eventjes voor de zekerheid. Gewoon een klein stukje eraan vast. En een potlood gummen we dan gelijk uit. En je zal zien, hij komt. Even kijken, heb ik hem goed? Ja, op deze manier wilde ik hem. En dan komt deze, komt hier dan achter. En als ik hem dan omdraai, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar in ieder geval, hij dekt alles heel goed af. Het zal ongeveer neerkomen op een halve centimeter of ietsjes minder, maar hij past er precies achter. Samen met de andere twee. Dus daarvoor heb je deze maat nodig. Om te bepalen wat voor achtergrond je wil. Mocht het nou zo zijn dat je toch een ander designpapiertje wil, maar die bij alle drie hetzelfde is, dan kan je gewoon een strook gaan uitknippen. En dat kan je dan meten aan de hand ook weer van deze basis. En om te zorgen dat hij natuurlijk niet aan de boven- en onderkant uitsteekt, dan zou je een strook moeten snijden van, even kijken, ja, 19,5 en ik zou 7,5 of 8 nemen. Dan zit je ook goed. Dan zit die hele strook achter je alle drie je drop zonder dat hij aan alle kanten gaat uitsteken. Maar ik ben natuurlijk weer een moeilijk geval. Ik moest natuurlijk weer een ander patroontje hebben. Bij alle drie bijna verschillend. Nou hebben we de achtergrondjes gemaakt. En dan hebben we deze niet meer nodig. Dus die kunnen we gaan opplakken. Zijn er misschien al vragen? Heb ik wat gemist? Oké, goeie avond, Gesina. Tot de volgende keer. Fijne avond hoor. Je kan hem terugkijken. Hij staat later op YouTube of je kunt hier in de groep terugkijken. Wat is er zo? Ik haal hem weer even naar me toe. Moment, moment. Zeker het goed aandrukken. Nou, Astrid, goed dat je dan hier bij deze live bent, want dan kunnen we je wat inspiratie geven. Maar er zijn nog meer filmpjes hoor, die volgens mij met deze mal of deze soorten mallen. Kun je allemaal kijken, terugkijken op ons YouTube-kanaal. Goed, we hebben de voorkant beplakt. Nou, gaan we er wat diepte in brengen. En dat doen we door middel van foam. Zodat we er zo meteen deze leuke gnoompjes erachter kunnen plakken.
Wat onderdeel is natuurlijk van die andere 8 gave knipvellen. En je hebt er dan in totaal 9. Die hebben een winkelwaarde van 17,99, maar bij Hobbes zijn ze 9,99 euro. Zal ze aan het eind nog een keer laten zien. Goed, we gaan aan de gang met foam. Ik doe gelijk gewoon een hele rits. En aan de andere kant ook. Oh, kom ik wel uit? Oh, ik had nog een rolletje liggen, maakt niet uit. Ja. Er zit nog één ronde op, maar daar plakt hij niet meer, dat is raar. Zo. Hey. Oh ja, hier. Het zit hier ook nog maar een beetje op. Ik denk dat we het net gaan redden, dames. Ja, ik moet ook weer bijbestellen. Nou, dit is echt niet te geloven. Pas precies. Nee, dit plakt echt niet meer. Daar hebben we wel een oplossing voor. Ik wil hier in het midden, doe ik ook nog foampjes. Tussen de dunne spijltjes, zeg maar. Dan plak ik gewoon het foam, wat nog niet meer plakt, pak ik vast met lijm. Nou, stom van me, dat ik niet heb gekeken of ik genoeg had. Maar ja, overal is een oplossing voor, je ziet het maar. Ricky, dit is. Ja, hoe bedoel je de dikte van de tape? Volgens mij is dit 2 mm hoog. Dus, en hij is. Ja, dat kan je misschien wel zien. Een halve centimeter breed. Ik moet wel goed zeggen. Ja. Ik doe ook nog een. Toch nog een beetje. Aan de bovenkant. Graag gedaan, Ricky. Ik vind het wel prettig om met dat smalle tape te werken. Want deze is volgens mij 2 mm hoog. Die zit vast. Nu ga ik dus bekijken hoe ik mijn gnoompjes erachter zou willen hebben. En ik had al wat uitgekozen. En ik had hem ook heel toevallig al dubbel, dit knipvel. Ik ga dit leuke strandmeisje die het kasteel aan het bouwen is, ga ik gebruiken. Die heb ik al uitgeknipt. En die ga ik dus erin, ertussen, voor de drops verwerken. Dan heb ik nog eentje. Ik moet even in mijn bakje graaien. Dat is de leuke gnoom met de cocktail in zijn hand. Die helemaal klaar zit op zijn koffer om op reis te gaan. Ik heb hem uitgeknipt, maar ik heb alleen de koffer eraf geknipt. Dus die. Die wil ik dan op de bovenste verwerken. En op de middelste. Daar gaan we de leuke gnoom gebruiken die aan het snorkelen is. Ik kon het niet laten om die te gebruiken. Die vind ik echt heel leuk. Met de snorkel in zijn mond. En die heb ik ja, eigenlijk zo verknipt. Ik heb hem helaas geamputeerd. En ik heb zijn baard eraf geknipt.
zodat ik hem zo meteen makkelijker onder kan steken en achter het foam kan plakken. Op zoiets, op deze manier. Goed. Wat ik nu ga doen is al het foamtape verwijderen. Deze wil helemaal niet meer plakken. Die laten we weg. Dat maakt niet zoveel uit. Ik heb genoeg tape overal geplakt. Zodat die omhoog blijft daar. Dat ik daar ruimte heb. En dan zo meteen als ik dan ga ik de gnoompjes positioneren zoals ik ze zou willen hebben. Zodat ze goed tot hun recht komen. Dag Monika Troog, ook goede avond. Geef niet hoor dat je te laat bent. Je kan altijd zo meteen nog terugkijken naar het begin van het filmpje. Even, ik heb overal het eraf gehaald. Dan begin ik met de duiker in het midden. En die wilde ik dan zo schuin eronder uit laten gluren. Die aan het snorkelen is. Want we willen natuurlijk dat hij in de zee zwemt. En daarvoor hadden we die leuke drops uit het strand en de zee gesneden. Dat nemen we deze voor. En als je die ook zo erachter plakt, dan zie je ook nog wat van de bubbels van het strand. Ik ga hem even rechter leggen. En dan op het gedeelte waar het gnoompje zit, doe ik even wat lijm, zodat het daar ook vast zit. Even kijken of ik hem goed plak. Ja, op deze manier. En hij valt in ieder geval op het foam aan de zijkanten. Ik bedoel, boven en onder en hier aan de zijkant. Hoeft niet per se overal. Kijk maar. Even kijken, hoe kan ik het best laten zien? Zo piept hij eronder uit. Zo heb je ruimte gecreëerd door het foam. Ja, dan moet ik hem natuurlijk niet vastplakken. Dan gaan we door met de volgende. En die heeft hier zo'n leuk, zit zo leuk met haar beentje omhoog. En het emmertje naast haar. Maar ik zou graag willen dat ze op een of andere manier er overeen hangt met haar been. Dus wat ga ik doen om daarvoor te zorgen? Is het noodzakelijk dat je het lijfje los gaat knippen van haar been? Het is een beetje hard gezegd als ik er nu bij nadenk. Maar in ieder geval zorg dat ervoor dat je het beentje er overheen kan laten steken. En dan begin ik mee voor aan de zijkant. En dan knip ik niet helemaal over het zandkasteel heen, ongeveer tot het tweede heuveltje. Ik knip er bij het schoentje in en tussen het zandkasteel. Ik ga over de schoen heen. En ik knip er beentje. De bovenbeen tot aan het schepje knip ik in. Dan is haar beentje in ieder geval los. We zien het zo, hè? Kijk. Ja.
En een klein stukje bij het kasteel. Want nu kan ik haar hier ertussen schuiven met de vlecht. Ik schuif er een beetje door. En je ziet ook dat het zandkasteel ook er overheen hangt. Het middelste van het lijfje, dat gaan we. Achter de blauwe kartstok. En nou is het beentje er overheen. Want daar zie je precies nog een stukje blauw van het kartstok. En ja, zo had ik het precies gewild. Als je nu aan de achterkant kijkt, dan zie je dat ze hier met een vlechtje vast zit en een stukje van het balletje van de muts. En dit puntje is precies het puntje van de kleding. En zo speelt ze dus half op het strand en half niet op het strand. Dus daarvoor had ik ook deze achterkant gedaan. Het geel is het zand en een klein beetje water zichtbaar. Ik ga eerst even kijken of het klopt. En ik laat hem weer over het foam heen vallen. Voilà, en ze zit aan het strand een zandkasteel te maken. Ik wil even vragen voor de zekerheid of voor jullie het beeld niet te flats is. Voor de zekerheid. Of dat gewoon prettig licht is om bij te kijken. Wat lees ik nou? Wie vindt het zonde om te verkrimpen? Oh, Johanna Strik. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja. Dan denk ik, oh, wat zonde om aan te raken. Of om op te maken. Ja, wat moet je er dan mee? Ga je het inlijsteren? Inlijsten? Kan wel. Oké, we zijn bij de laatste gnoom aangekomen. Waar we die koffer van af hebben geknipt. En je had natuurlijk ook nog hele leuke accessoires erbij. Zoals deze zwemband. Die zie je hier ook terug bij de man met de snorkel. Deze heb ik uitgeknipt. Die opblaasband. En ik heb het middelste rondje heb ik uitgesneden. Je kan het ook met een pontje doen. Dan heb je precies een mooi rondje. Die wil ik dus ook gaan gebruiken. Maar omdat die ook weer leuk met die beentjes bengelt, wil ik hem ook hierboven verwerken. Met het idee dat het net lijkt alsof hij een poging doet om op de zee te blijven dobberen met zijn cocktail. Nou, ga dat zelf maar eens proberen in deze Noordzee. Toch? Dus, dat was de bedoeling. Als je een beetje je fantasie gebruikt, plak ik een beetje zo half erachter. En dan met de zee. De golf die er aankomt van boven, dat hij er zo achter komt. Ik pak hem even weer terug. Als hij los wil laten, laat los. Ja, hij wil zo graag dobberen. Ik ga eerst die band even aan hem vastkleven. Het is jammer dat dat pootje ook niet in positie staat van het linkerbeentje, want dan lijkt het net of die achterover kukelt. Ik kan hem wel amputeren, maar dan heeft hij een heel raar voetje aan de andere kant, alsof die verdraaid is. Dat doen we maar niet aan. Even kijken, wat zou voldoende zijn. Zo. Dankjewel Monika. Jouw kaartjes zijn ook altijd leuk hoor. Ja Astrid, met een borrel is het lekker dobberen, inderdaad. Goed, de band zit achter hem vast. En
Nou zit ik te denken, zal ik het handje erachter laten of ook ervoor? En dan. Ik denk dat ik hem half doe. Want ja, op deze manier. Dit voetje laat ik gewoon oversteken en deze zit net achter het foam. En zijn handje laat ik ook hiervoor. Dus daarachter gaat in ieder geval alvast lijm bij zijn handje. En kijken. Ja, die zit vast. Zijn voetje ook. En dan kunnen we de achtergrond vastplakken. Zien we nog wat van de golven? Jawel, een beetje. Oh, iets naar links. En het maakt niet uit, hè, dames. Je ziet het. Het is scheef allemaal. Maar dat zien ze toch niet. En je wilt het toch aan de voorkant er zo uit laten komen dat het allemaal goed te zien is en wat de bedoeling daarvan is. En hoe het allemaal tot stand komt. Het enige wat ik nog zou willen is, dat doe ik wat met dunner tape. Is volgens mij de helft ervan. Van dat, dus deze zal wel 1 mm zijn. Wat ik bij, kijken, twee daarvan ga ik even het mutsje vastplakken, want die vind ik te veel naar voren steken. Die mogen gewoon wat meer in het kaartje vallen. Als het foam. Oh, hij is er al af. Nou, ik hem verprutst. Ja, dan blijft hij toch. Dat het net lijkt alsof hij voor designpapier snorkelt. Nou, van twee dingen heeft hij diepte. Dus van dat hoge foam, wat we als eerste hebben aangebracht, en een foompje onder zijn muts. En om het helemaal compleet te maken, neem ik een witte pen, een marker of wat is dit ook, een fineliner. En ik teken even weer wat bubbeltjes uit zijn snorkel. Hij moet natuurlijk wel adem blijven halen. En ik plak nog even het zandkasteeltje wat meer vast aan de onderkant. Zo. Het beentje laat ik los. Die plak ik niet vast. Want ik weet niet of jullie dat dan. Ik zal het even proberen zo te doen. Die is nog steeds los. Maar omdat het kasteeltje toch weer vastgeplakt is, wordt hij naar beneden geduwd. En lijkt het net als ik zo kijk, alsof dat beentje echt als 3D voor het zandkasteel zit. Dan zijn we aan toegekomen om dit op onze gemaakte basis in laagjes vast te plakken. Ik ga even voelen hoe het met mijn foamtape is. Ik doe hier en daar even een dotje lijm voor de zekerheid. Ik vertrouw het toch niet helemaal, dat laatste restje op mijn rolletje. Ik haal hem weer even naar me toe, zodat ik recht kan plakken. Hij zit, dames.
Dit is zo leuk met al die zomerse kleurtjes. Daar word ik gewoon vrolijk van. Moet je ook wel, met het weer van de laatste tijd. Nu gaan we nog meer aan de slag met de Kid to the Beach. En we gaan verder met deze labelvellen. En het liefste wat ik zou willen is wat woorden uitknippen. En daarvoor moet ik helaas ja, die labels een beetje aanbreken alvast. En hetgeen wat ik had gevonden is niet deze. Deze. Daarvoor ga ik deze gebruiken met het woord zon en zee. Die ga ik uitknippen. Natuurlijk hartstikke leuk om al die labels en tekst overal tussenin te schuiven, extra flapjes te maken en vakjes om ze erin te zetten. Het zou bijvoorbeeld ook heel leuk zijn om hiermee een loaded envelope te maken, als jullie daar wel eens van gehoord hebben. Ik heb er volgens mij wel een voorbeeld van. Wat zal ik doen? Gewoon recht. Ja, sowieso recht knippen. Het woord zon. En het woord C, die wordt mooi in de kleur roze. Dat steekt ook weer mooi af. Dus je hoeft de labels niet per se te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. Je kunt er gewoon echt allerlei dingen mee doen. Deze knip ik eigenlijk weer eerst helemaal af, want het is lastig knippen zo. Inderdaad, dan hebben we toch een beetje zon, Monica. Zon, zee, strand, cocktails, wat wil je nog meer? Ja, vliegen. Echt op vakantie. Zonder corona. Maar ik ben bang dat het nog wel lang zal gaan duren voordat het. Want ik ga helaas nog niet naar het buitenland toe. Dat risico ga ik dus echt niet nemen. Ook al ben ik 2 keer al gevaccineerd. Dat kan ik met mijn gezondheid niet maken. En mijn man vindt het lastig om heel lang met een mondkapje op te zitten in een vliegtuig. Dus zolang dat ook nog verplicht is in een vliegtuig, dan blijven wij lekker in Nederland. Zon en zee. Die hebben we dan gedaan. Er zijn ook hele leuke tapjes beschikbaar op die vellen. En welke had ik daarvoor gezien? Ik dacht dat ik ze gemarkeerd had. Dat is onmakkelijk, hoef ik niet zo lang te zoeken, maar je ziet het. Ach. Ik had ze al geknipt. Ik zie opeens hier een gat zitten. Ik denk, oh ja, ik heb ze al uitgeknipt. Kijk. Het woord relaxen. Leuk met dat zigzagpatroontje, wat ook weer in het designpapier voorkomt. En mijn lievelingskleurtjes. Dat turquoise met in allerlei toontjes, in allerlei tinten. En het woord zomer met een hoofdletter. Die wil ik hier aan de zijkanten gaan verwerken. Maar eerst
Wil ik ook nog een leuk sierrandje toevoegen. En dat gaan we doen met de Border Mall Angel. Dat is een blauwe mal, de herkenbare blauwe mallen. En die Angel Mall, het woord zegt het al, als je heel goed kijkt. Dan lijken de uitstekende hoofdjes, ja noem maar, ik zeg het al, hoofdjes zijn net engelenhoofdjes. Dus vandaar Angel. Deze mal is ook beschikbaar bij Hobbies. En die is €5,99. Die gaan we ook aan de zijkant verwerken. En ik wilde ze een beetje zo speels. Ook weer eentje begint hier linksonder. Een ander begint rechtsboven. En dan de tapjes zo opvolgend. Of ja. Op deze manier. Nou heb ik natuurlijk dat al vastgeplakt. Maar dat heb ik op zo'n manier gedaan dat ik het designpapier gewoon heel makkelijk weer. Het is overal los. Dus die gaan we hier tussen schuiven. Of wacht, nee. Het beter is, denk ik, om. Nee, toch onder het designpapier, meiden. Toch onder het designpapier. Het is af en toe een beetje priegelen, hè, ons werk, maar. Op een gegeven moment hebben we toch onze zin wat we willen. Pas precies, ja. Ook weer lijm op het onderste randje, op het plakrandje. Zorg dat hij aan de bovenkant ook begint. Dat hij gelijk is met je roze designpapier. En dan schuif ik hem nog wat op. Zodat er toch nog wat van het blauwe en het gele zichtbaar is. En het steekt ook nog een beetje uit. Dan de tapjes. Die ga ik onder het blauwe, blauwe cardstock doen. Wat de basis van die drops is. Het wordt zomer met een hoofd. Met een uitroepteken. Is hij recht? Nee, nog niet. Zo. En het woord relaxen. Hebben jullie er tijd voor, dames, om te relaxen? En deze gaat aan de bovenkant. En het andere randje gaan we nu tegengesteld toevoegen. Kijken of ik hier ook nog goed onder kan komen. Ik had expres mijn lijm wat verder op het designpapier gedaan. Alleen het hoekje niet. Maar dat geeft niet. Daar hebben we onze handige tool voor. Gaan we even naar me toe, zodat ik kan zien wat ik doe. Dan schuif ik hem erin. En hij zit vast. Om even goed draaien.
Goed, we hebben hier wat woorden. We hebben de tapjes. We hebben de Bordermal Angel voor €5,99. Nou, ik haal het nog maar even. Dan gaan we de kaart verder aankleden. En daarvoor heb ik de narcisbloem weer even tevoorschijn gehaald. Dat is deze. Maar er zitten nog andere attributen bij, zodat je een kelkje kan maken. En met uitstekende meeldraadjes, zoals bij een narcis het geval is. En steeltjes en blaadjes. Die narcismal is te verkrijgen samen met een grasrand in één kit. En die kit is 15, met een winkelwaarde van €15,99 voor €12,99. Ik ga laten zien wat voor bloempje ik. Ik ga er geen narcis van maken. Ik ga er een tropische bloem van maken. En daarvoor heb je nodig 3 keer het bloempje. Pak even mijn derde. Wat inkt, in dit geval lichtblauw. En ik ga ze bewerken in het midden met wat blauwe inkt. En dat doe ik gewoon door middel van een beetje tamponeren. Dan krijg je ook een beetje dat spikkeltjes-effect. Je hoeft niet te hard te drukken. Het is ook heel lichtblauw, zo te zien op mijn beeld. Gewoon met een beetje tamponeren, dan zijn de hartjes gevuld. Die hebben we beïnkt. En ik ga ze gelijk op elkaar plakken. In een verschoven patroontje. Zodat je alle blaadjes nog kan zien. Het zijn er 3. Dus ik leg ze zo verschoven op elkaar, dat deze bloem die ik bovenop leg, een half blaadje ongeveer bedekt van degene die onderop ligt. En die andere, daar zorg je ook weer van degene die onderop ligt, dat daar een half blaadje van bedekt is. En zo ligt het eigenlijk in het mooiste in een verschoven patroontje. En je hebt dan een rijk gevulde bloem al. Het hartje ga ik opvullen gewoon met een pareltje. En ook weer in de kleuren die we op het designpapier terugzien. En dat is een roze. En dan is onze tropische bloem bijna compleet. En ik heb hier speciaal natuurlijk onze piktool voor. Sticky piktool. Je kan hem er maar mee oppakken. En je kan hem met de andere kant eventueel een beetje recht leggen en aandrukken. Wat ik doe dit keer, ik ga niet met mijn opbolpennen aan de gang. Ik hou gewoon mijn duim in het midden en met mijn vingers duw ik zo'n beetje de blaadjes zo naar me toe. Of naar mijn duim. En dan komen ze ook rechtop te staan. Het hoeft deze keer niet zo krullend te zijn. Dat is in ieder geval onze narcisbloem, omgetoverd tot een tropische bloem. Maar natuurlijk moeten er nog blaadjes bij. Dan ga ik ook niet de blaadjes gebruiken die bij de narcismal zitten. Ik ga namelijk aan de gang met de mal Lelietje van Dalen. Lily of the Valley. Dat is dat mooie plantje waar die hele kleine klokjes uitkomen.
Ik zal hem even erbij pakken. Deze, dat is Lily of the Valley. Met drie takjes. En al uitstekende takjes om je klokjes zo meteen eraan te plakken. Drie blaadjes erbij. En een malletje, heel handig. Met allemaal klokjes die je kan uitstansen. Dat heb ik gedaan. En ik heb er van eentje heb ik al een toefje gemaakt. En daarbij heb ik drie takjes gebruikt. En die helemaal beplakt met de klokjes. En twee blaadjes erin gestoken. Ik ga jullie even laten zien hoe je dan zo'n takje decoreert. Ik had er hier al twee. De laatste ga ik even voordoen. Ik ben alleen maar foammatje zocht ik, maar die kan ik dus niet vinden. Ik hou eventjes de rest van mijn bakje tevoorschijn, zodat ik makkelijker de klokjes eruit kan pikken. Dus je hebt één zo'n takje en je begint bij die uitsteekseltjes wat dotjes lijm te doen. Gewoon hier en daar. Ik heb zelfs ook af en toe een dotje lijm gedaan waar geen uitstekend takje bij zit. Zo, nou zijn ze bijna allemaal voorzien van een dotje lijm. En de Lily of the Valley, het lelietje van Dalen, komt uit de serie Little Happiness. En die stans is €6,99. Het zijn ook allemaal verschillende klokjes. De een is wat smaller, de een wat dikker, de een wat kleiner, de ander wat groter. Dus je kan heel veel variatie aanbrengen. Je ziet, het gaat heel makkelijk. Ze blijven ook in één keer zitten. En nog een kleintje onderop. Gewoon voor de zekerheid. Nou, hier had ik al twee takjes, hè, aan elkaar gemaakt. Eentje wat hoger en de een wat lager. Die stop ik erachter in het midden, zodat hij er bovenuit steekt. Ik zal hem eerst vastplakken. Laat ik het daarna weer zien. Ik moet wel vastplakken natuurlijk. Iets meer. Ik had hem al aangeraakt met mijn vingers, dus er zit een lijm aan je vingers. Zo. En dan hebben we nog de bijpassende blaadjes. Die wil ik ook gaan gebruiken. Het zijn ook allemaal drie verschillende blaadjes. En ik ga er maar twee daarvan ga ik gebruiken, want dat vind ik wel voldoende voor erbij. Die gaan ook weer erachter. Ik ben gewoon weer een beetje zo mijn oude beroep aan het uitoefenen. Boeketten schikken. Dat was ook leuk. Dat was hartstikke leuk. Dat was eigenlijk toen ook mijn hobby. Dus toen had ik van mijn hobby mijn werk gemaakt.
Maar helaas, jaren later ging het niet zo goed met het bedrijf. En het tweede blaadje. Graag gedaan, Hannie Looijen. Fijne avond. Tot de volgende keer hoor. Ik knip er wat van af. Dat ik het onder mijn tropische bloem wil schikken. Gewoon een toefje. Nou, een toefje gemaakt van de lelietjes van Dalen. En ik had al een tweede bloem, had ik alvast gemaakt. Ik doe deze weer uit de weg. Dan hebben we weer ruimte. De ene bloem had ik gedacht om die hier in de hoek te doen, samen met één toefje. En als hij weer te plat is geworden, gewoon weer even met je vingers omhoog duwen. Dan zit hij weer in de plooi. Ik weet niet of jullie het ook horen, maar wij wonen aan een speeltuin. Er zijn ook kinderen nogal luidruchtig aan het spelen. Dat er eentje de long uit zijn lijf te gillen, volgens mij. Zo. Nou, dan zijn we toch al een heel eind op weg, hè, met onze tropische kaart. Met de zon en de zee en de tropische bloemen. Dan zit ik nog even te denken. Ik had niet voor niks dat vel met die leuke ananassen opzij gelegd. Ik ga er eentje uitknippen met zo'n zonnebril op. Deze zit het dichtst bij aan de rand. Toen nog een beetje aankleden met zomerse accessoires. Lusten jullie eigenlijk ananas? Als die goed vers is, nou, dan is die echt heel lekker. Als ik eraan denk, loopt water in mijn mond eigenlijk. Ik heb gemarineerde ananas gegeten. Zo. Van de barbecue ook. Is gedrenkt in hele lekkere likeur. Een frisse likeur. Nou, hier hebben we de ananas. Koel, cool, hè? Dan. Ja. Van de Protect Life kaartjes. Daar zag ik een leuk formaat meloen voorbij komen. En dat wordt deze van de Beach Party. Dat is de watermeloen. En ja, wat ik ook heel gaaf vind, of we kunnen de camera gebruiken die in de kit zit met de designvellen, of we kunnen ook het fototoestel gebruiken wat als accessoire bij de knipvellen zit. Dus ik ga even kijken wat het beste zou staan. Ik wilde hier iets maken. Wat voor en achter elkaar. Dat is eigenlijk zo wel leuk, hè?
Ik denk dat ik er wat anders ga uitknippen. En die zag ik ook op dat knipvel met die ananas. Ik ga er een leuke cocktail bij serveren. En even kijken waar die staat. Hij is wel heel klein, maar dat zie je zo meteen wel terug. Kijk, hij zit naast de ananas zelfs. En een citroenschijfje. Nou, die komt er ook bij. Die ga ik even weer apart uitknippen, want ik zie dat ik hem net een beetje doorgeknipt heb. Goed, de cocktail wordt bereid. Oh, ik ga echt helemaal zo, maar ik zit nou opeens aan een mojito te denken. Dat vind ik ook zo lekker. Ik ga je helemaal lekker maken met dit kaartje. Erg, hè? Ik zal kijken of inderdaad de camera uit het knipveld er nog bij kan. Die is een stukje kleiner, inderdaad. Dit is de cocktail. En de camera uit het knipveld. Oké. Die doen we erbij. Nou, dan gaan we eens kijken hoe we dit tafereeltje gaan schikken. Ik ga in ieder geval die watermeloenpunt achter mijn ananas plakken. Ik pak even de camera, kijken waar we die gaan plakken. Die heb ik ertussen geschoven. Toch ook maar weer zo. En Jolanda Klootwijk. Het ijsje rechtsboven op het roze kaartje. Even, oh, je bedoelt van die Project Life kaartjes. Dit ijsje. Die blauwe. Nee, die vind ik ietsje te groot. Dan ga je. Bedankt voor je suggestie. Anders wordt het veel te groot. Goed, de camera hadden we uitgeknipt. En die hadden we ook ertussen gedaan. Nou hebben we nog de cocktail over. En even kijken. Oh, dit. Nou ja. Ik ga net doen alsof die ananas uit die cocktail drinkt, meiden. En heren, als die nog kijken. Ik hoor en zie jullie eigenlijk niet, mannen. Ik pak het even naar me toe. Ik moet nog even goed opplakken. Zodat goed het rietje. Ja hoor. Oh god. Ik ga het even laten zien hoe die geworden is. Niet zo, niets donkerder. Schaduw maken. Nou, dat is toch superleuk. Net alsof die ananas aan de drank is. Dronken ananas. En die plakken we weer rechtsboven. Zo. Nou, dames, ik denk dat dit. Het kaartje geworden is. Ik vind het eigenlijk hier nog een beetje kaal. We kunnen hem zo laten. Hij is mooi zo. Hij is rustig. Maar wat misschien ook leuk is, maar dat doe ik na de uitzending. Ga ik eventjes wat, denk ik, een paar kleine blauwe sequins toevoegen op het designpapier. Maar we kunnen hem ook zo laten. Ik kijk wel even wat ik doe. Dus dat was mijn lijf van vanavond.
met slimlijnmalle kit drops, waar eigenlijk ook de pocket bij hoort. En het woord winter. De winterstans krijg je gratis. Die is €8,99 deze kit. Dan hebben we de kit met het leuke To The Beach designpapier. Samen met al die leuke labels. Winkelwaarde €8,99. Nu verkrijgbaar voor €6,75 slechts. En last but not least. En doe ik alleen de hoofdzaken. Natuurlijk dat gave knipvellenpakket. Met ieder wat wils. Met al die leuke gnoompjes. De tienermeisjes. De mannenberen. De kerst. De bakmeisjes. Die schattige koalatjes voor babykaarten. In ieder geval. En ook die muziekgnooms nog. Dat knipvellenpakket. 9 stuks. Met een winkelwaarde van €17,99 bij Hobby's voor €9,99 in de webshop. Dus dames, ik dank jullie hartelijk voor het kijken. En tot een volgende keer en hoop dat de zon eindelijk eens een keer gaat schijnen. Mocht het zijn dat ik wat vragen ben vergeten die voorbij zijn geschoten, ik kom zo meteen nog even in de groep om het na te lopen en dan beantwoord ik jullie vragen alsnog. Heel hartelijk bedankt voor het kijken allemaal, een goede avond en tot de volgende keer!